Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Het is inmiddels al 50 jaar vrolijkheid troef bij de Grijtveldband om samen muziek te maken. Die bijzondere mijlpaal moest gevierd worden. En dus hield de Grijtveldband van het Sovak vrijdagavond 3 mei een jubileumconcert. In de theaterzaal van de Koer in Ter Heide ging het dak eraf. De Grijtveldband van Sovak vierde samen met de Harmonie Ter Heide haar 50-jarig bestaan. Dit werd een feest waar nog lang over zal worden nagepraat. Met foto's en film als herinnering. Na het succes van de eerste editie van het Oude Havenfeest heeft een klein groepje ondernemers het initiatief genomen om een tweede evenement te organiseren. Deze keer zal een reuzenrad met een hoogte van maar liefst 25 meter de haven opsieren en zorgen voor een adembenemend uitzicht over de Biesbos en onze blauwgroene gemeente. Het reuzenrad zal worden opgesteld in de nieuwe jachthaven van Drimmelen, nabij Droomwoning op Maat. Het reuzenrad zal op vrijdag 17 mei vanaf 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds draaien. De laatste dag van het reuzenrad is zondag 26 mei. En om 10 uur 's avonds zal het laatste rondje gedraaid worden. Natuurlijk vindt er een feestelijke opening plaats. Op vrijdag 17 mei om 3 uur zullen genodigden en pers het reuzenrad officieel openen met een speciale draaironde. De organisatie is blij dat men weer een mooie activiteit heeft voor inwoners en toeristen natuurlijk. Op deze manier blijft de haven levend en is het goed toeven in Drimmelen. Op vrijdagavond 3 mei 2024 vond de derby tussen Mades Boys Walking Football Team tegen SV Ter Heide plaats. Walking voetbal houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend en dat er geen fysiek contact is. Ook mogen er geen slidings worden gemaakt, is er geen keeper en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Het fysieke karakter van voetbal maakt plaats voor een rustige vorm van bewegen. Door deze voetbalvorm wordt het makkelijker om een leven lang van voetbal te kunnen blijven genieten. De wedstrijd werd gewonnen door de Madense Boys met 8-6. Wilt u ook komen voetballen? Kom vrijblijvend kijken op vrijdagavond om 7 uur bij de Madense Boys of bij SV Ter Heide op vrijdagavond dezelfde tijd. Want bewegen is gezond voor iedereen. Op zaterdagmiddag 18 mei
rond 3 uur, wordt er weer een benefietconcert georganiseerd in het Witte Kerkje van Ter Heide. Het monumentale kerkorgel heeft van februari tot april een grote onderhoudsbeurt ondergaan. Het binnenwerk, wat bestaat uit 379 orgelpijpen, is grondig gereinigd en waar nodig gerepareerd. Op dit moment wordt de buitenkant van het orgel opnieuw geschilderd in de originele kleuren. Het gaat hier om een orgel dat door de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed op de lijst van monumentale kerkorgels is geplaatst. En ook het Witte Kerkje zelf is een rijksmonument. De vaste organist Leander Schoormans heeft, samen met andere muzici, aangeboden om nogmaals een benefietconcert te organiseren. U zult versteld staan van de nieuwe, zuivere klanken van het gerestaureerde orgel. De uitnodiging is gericht aan alle inwoners van Ter Heide. De gemeente Drimmelen is in samenwerking met gemeente Geertruidenberg gestart met het OCO-project. OCO staat voor opgroeien in een kansrijke omgeving. Het is een landelijke werkwijze die investeert in een ondersteunde omgeving om jongeren gelukkiger en gezonder op te laten groeien. Het project is wetenschappelijk onderbouwd en leert ons dat jongeren zich beter ontwikkelen als zij opgroeien in een positieve, gezonde en veilige omgeving. Opgroeien in zo'n omgeving maakt ook de kans kleiner dat ze gaan drinken, vapen, roken of drugs gaan gebruiken. Een van de sleutelcomponenten van OCO is het wetenschappelijk onderzoek naar de behoeften van jongeren in de gemeente Drimmelen. Op 17 juni start de gemeente met een kick-off van het project voor ouders en voor alle lokale organisaties die met jongeren te maken hebben. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. En natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Iedere week zendt Omroep Drimmelen korte nieuwsflitsen uit van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving, waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. In de serie Portretten een portret met Huub van Dijk, de Havendag Drimmelen en een compilatie van de 4 mei herdenking vanuit Antonius Abt in Ter Heide. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid wat meer aandacht verdient? Laat het ons dan weten via een mail aan publicatie Omroep Drimmelen. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons op onderstaand mailadres. U kunt ons natuurlijk ook vinden en volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!